Ja, we moeten iets aan de Franse Revolutie doen. Wat toch nogal een vrij complex en omvangrijk verschijnsel is. Maar dat gaan we dan toch maar doen. En laten we zeggen, ik ga wel de grote lijnen trekken. Dus de details die zullen misschien her of ter verloren gaan in een groter verhaal. Laten we maar beginnen met wat volgens iedereen natuurlijk het begin is van de Franse Revolutie. Namelijk de bestorming van de Bastille op de 14 juli van het jaar 1789. Die Bastille was een soort middeleeuwse dwangburcht. Uiteindelijk bleken er maar 7 gevangenen in te zitten. Ze hebben de directeur van de Bastille op vrij kwalijke wijze gelyncht. En tenslotte is de Bastille volledig afgebroken. Er is nu een plein, zoals je weet. Place de la Bastille, neem ik aan dat het heet. Maar het is eigenlijk niet het begin van de revolutie. Het lijkt wel het begin van de revolutie. Het is wel het begin van, laten we zeggen, de gewelddadige kant van de revolutie. Dat wel. Maar de revolutie was eigenlijk eerder begonnen. Ik denk wel ruim 2 maanden eerder begonnen dan die 14 juli. Want wat had zich afgespeeld daarvoor, voor de bestorming van de Bastille? Eigenlijk was al enkele jaren had Frankrijk grote organisatorische en met name financiële problemen. De Franse staat, niet waar, wist de eindjes niet aan elkaar te knopen. Hij had dure oorlogen gevoerd. Men wist eigenlijk niet hoe die problemen structureel konden worden opgelost. Dus tenslotte was besloten dat het misschien het beste was om de Staten-Generaal bijeen te roepen. Want dan zou je die Staten-Generaal bijvoorbeeld kunnen voorstellen om iets andere belastingen te heffen of het hele budgettaire proces van de overheid op een andere manier aan te pakken. De laatste keer dat de Staten-Generaal bijeen waren gekomen was aan het begin van de 17e eeuw, dus je kunt ook zeggen het werd tijd om dat een keertje te doen. Hoe zaten die Staten-Generaal in elkaar? Dat was eigenlijk een drieën gedeeld systeem. Je had een Staten-Generaal voor de adel, je had er een voor de geestelijkheid en je had er een voor de derde stand. En in 1788 is het parool uitgegaan, er komt een nieuwe vergadering van de Staten-Generaal. Je begrijpt, als dat een driegedeeld systeem is en je zou gaan stemmen, dat in principe de derde stand altijd zou worden overstemd door de adel en de geestelijkheid. Die ook wat deftiger waren enzovoort, meer rechten en zo verder. Nou, die Staten-Generaal die kwam bijeen in mei, begin mei van het jaar 89. En eigenlijk al heel snel is in die vergadering van de Staten-Generaal is een coup gepleegd. Een coup gepleegd door de derde stand. Daarmee begint eigenlijk de Franse Revolutie. Want die derde stand heeft gezegd, wij zijn eigenlijk de vertegenwoordigers van de natie. Wij bepalen wat de soevereiniteit van de natie. Wij zijn in allerlei opzichten het volk van Frankrijk. En het volk van Frankrijk dient de ware soeverein te zijn. Je begrijpt natuurlijk dat die geestelijkheid en aanleiding van zeggen, ja hallo, dat zijn we helemaal niet voor, dat gaan we niet doen. De koning vond het ook helemaal niks. Dit speelde zich allemaal af in Versailles. Die eerste bijeenkomsten waren in Versailles. Net buiten Parijs. Ja, maar net buiten Parijs, waar dat enorme paleis ook complex is. Wat er nog steeds is en wat iedereen toeristisch kan gaan bekijken. Want dat is natuurlijk een van de, even tussen haakjes, een van de wonderlijke effecten van dit soort van koninklijke huizen. Dat ze, en de ongelooflijk onrechtvaardige maatschappelijke systemen waar zij overheersten, dat zij in staat waren om schitterende, gigantische paleizen te bouwen. Versailles in Frankrijk, Schönbrunn in Oostenrijk. Niet waar, die zaten, het Louvre natuurlijk, wat ook een koninklijk paleis was in Parijs. Dus eigenlijk moet je eerst een korte fase hebben van enorme oneerlijkheid. Dan kun je paleizen bouwen en dan komt het volk aan de macht. En dan ja, zit je al heel gauw natuurlijk met de doorzonwoning. Ja, dat is fijn voor de burgers om met een doorzonwoning. Maar architectonisch valt er weinig te beleven. En de kans dat de toeristenstroom naar de doorzonwoning komt kijken is ook niet zo verschrikkelijk groot. Maar goed, dat was, dus daar begint het mee. Dat is in feite een coup. En dat doet zich eigenlijk al voor in juni.
Een deel van de geestelijkheid en het deel van de adel is overgelopen naar die rebelse derde stand. Al in een zaak daarvoor was de derde stand overigens qua aantallen vertegenwoordigers ook al uitgebreid. Dus eigenlijk zie je nu dat de spotlight valt op de derde stand. En dan krijg je op 20 juni, als ik het maar goed herinner, de eet in de Kaatsbaan. Waarbij eigenlijk die vertegenwoordiging van de derde stand, die zweert in eet dat zij zullen blijven vergaderen, bijeen blijven komen, tot er een nieuwe grondwet is. En die hebben ze ook gemaakt. Ten slotte is er een nieuwe grondwet gekomen in 1791. Maar tot die tijd zijn er allerlei andere dingen gebeurd natuurlijk. Nou, nu hebben we wel, nu hebben we als het ware het voorspel heeft er plaatsgevonden. Want ook in augustus van dat jaar, ze zitten nog steeds te vergaderen in Versailles, en dit is dus nadat de Bastille aangevallen is. In augustus van dat jaar beslissen ze nog een aantal enorm belangrijke zaken. Die is misschien voornamelijk een symbolisch karakter hadden, maar toch uiteindelijk van enorm gewicht zijn gebleken voor dat revolutionaire proces. Want ze besluiten, dat is in augustus ergens, dat tot een verklaring over de rechten van de mens en de burger. En dat, vooral ook die verklaring voor de rechten van de mens, dat was eigenlijk toch een vrij uniek fenomeen. Omdat het niet alleen ging om Franse mensen, maar in principe bedoeld was voor iedereen. Alle mensen hebben recht op. En tegelijkertijd werd ook nog in augustus werden alle privileges, alle feodale privileges, denk aan adel en geestelijkheid, die werden afgeschaft. Bij de kerk, bij de kerkelijke privileges gaat in de herfst van dat jaar, wordt in feite alle kerkelijk bezit en alle kerkelijke belastingen worden ook opgedoekt. In feite wordt dus de geestelijke stand, die wordt beroofd van zijn maatschappelijke positie. Je zou het pre-revolutionaire Frankrijk ook kunnen zien als een uniek verdienmodel van de adel en de geestelijkheid. Want die zijn er bepaald niet arm van geworden. Wat ook werd verboden door de nationale vergadering, want dat was het ondertussen geworden, zei het in een iets later stadium, was een van de grote misstanden van het Franse systeem, namelijk dat je ambten kon kopen. Het was ook vaak voor burgers mogelijk om een ambt te kopen en door dat ambt kon je van adel worden. Dus in die zin was de adel ook een betrekkelijk elastisch systeem. Ook dat wordt in die grondwet van 91 wordt dat verboden. Ondertussen, dit speelt zich allemaal nog af in de zomer van 89 en in Versailles. En dan gebeurt er iets interessants, want in oktober trekken de vrouwen van Parijs, althans een groep vrouwen uit Parijs, die trekken naar Versailles om daar te protesteren tegen het feit dat ze niks te eten hebben. Een van de onderdelen, een van de elementen in die Franse revolutie was dat misoogsten en dat het brood ongelooflijk duur was geworden. En dat mensen vaak als ze geen geld hadden, niks te eten hadden. En dan de koninklijke familie, die natuurlijk ook in Versailles huisde, die was zo geschrokken van die protesterende vrouwen, dat die vraagt eigenlijk bescherming aan van de nationale vergadering en die besluit terug te keren naar Parijs. Maar door naar Parijs te gaan en eigenlijk deeltelijk te opereren onder toezicht van de nationale vergadering, niet waar, werden ze ook in zekere zin de speelbal van Parijs. En Parijs speelt in die hele revolutie een heel belangrijke rol, in het bijzonder de zogenaamde sans-culottes. Dat we zeggen de onderkant van de Parijse samenleving. Waarom sans-culottes? Sans-culottes betekent dat je niet zo'n kuitbroek aan hebt, culottes. Maar gewoon zulke broeken als wij aan hebben. Die tenslotte, nou ja, misschien kun je daarin het grootste succes van de Franse revolutie zien. Dat de culotte, dat die verdwenen zijn van het toneel. Dat als je op je verjaardag ineens je bezoekers allemaal van die kuitbroeken aan hebben. Of van die
Die tot die kniebroek, ik weet niet hoe je dat eigenlijk noemt. Ja, korte broek toch? Gewoon? Nee, het is geen korte broek. Het is een korte broek met een beetje opgeblazen pijpjes aan de bovenkant en zo. Nou ja, zoals de adel eruit zag. Hè? Helemaal totaal verdwenen. Hebben ze onder nog een maillot dan? Ja, ik moet er misschien niet te veel over zeggen. Voordat je het weet komt het weer in de mode. En moet je ook zo raar uitgedost worden. Omdat eigenlijk dat Parijse, hoe zal ik dat eens zeggen, de onderkant van de Parijse samenleving, ja, ik wou ook niet zeggen het Parijse grauw maar die had een sterke neiging tot radicalisering in feite. En ook als je naar de oorsprong van de terreur kijkt, waar we nog over te spreken komen, dan zul je zien dat ook die Parijse sans-culotte daar een belangrijke rol in spelen. Eigenlijk speelt de Parijse bevolking, de arme Parijse bevolking, die speelt sowieso een heel belangrijke rol in de hele Franse geschiedenis vanaf dat moment in de Franse revolutie, in deze eerste grote revolutie, maar ook in de revolutie van 1830, ook in de revolutie van 1848 en tot op zekere hoogte in de revolutie van 1870-71. Maar dan is het eigenlijk afgelopen. Want het probleem was natuurlijk dat in deze revolutie, deze eerste revolutie, dat een groot deel van Frankrijk moest eigenlijk niet veel hebben van die revolutie. Maar Parijs was altijd het dominante centrum. Dus wat de Parijse bevolking dacht, had een enorme impact op het revolutionaire proces. Maar je voelt al in de 19e eeuw zijn geleidelijk aan de spoorwegen aangelegd en gaat eigenlijk... was het veel moeilijker voor de Parijse bevolking om die dominante greep op het revolutionaire proces te houden. Denk tenslotte aan de Gaulle, met die opstand van 68, hoe is daar een eind aan gemaakt? Die Gaullisten hebben gewoon alle bussen van Frankrijk gehuurd. We hebben ze alle Franse burgers, nietwaar, van het Franse platteland ingeladen en de kleine steden. En die hebben ze naar Parijs gehaald en meteen was het afgelopen met de revolutionaire impuls. Dus in die zin... Is de rol van Parijs des te nadrukkelijker, zolang je niet onmiddellijk rekening hoefde te houden met de rest van de Franse bevolking. Die uiteindelijk wel degelijk ook zich verzet heeft tegen de revolutionaire plannen. Want de revolutie of de revolutionairen hebben een meedogenloze oorlog gevoerd in de Vendée. Dat is Zuid-Normandië, Zuid-West-Frankrijk, zeg maar. Waarbij tenslotte, bij mijn weten, honderdduizenden doden zijn gevallen. Nu hebben we dus een revolutie. De zaak heeft zich verplaatst, want ook de volksvertegenwoordiging verhuisde ook naar Parijs. De zaak heeft zich naar Parijs verplaatst. En nu was de zaak dat er een nieuwe grondwet kwam. En de problemen eigenlijk die zich voordeden voor die revolutie was de positie van de kerk. Daar hebben we het al even over gehad. Die wordt eigenlijk beroofd van zijn hele machtspositie. Daarna zijn eigenlijk alle kerkelijke ambten werden betaald door de overheid. Dus de kerk werd afhankelijk, was niet meer een aparte, goed verdienende institutie, maar was een apparaat van de overheid geworden en was afhankelijk van de overheid. Wat was de reden daarvan? Nou, de kerk was niet populair, laten we het zo zeggen. Dat de kerk een verdienmachine was voor een piepkleine elite, dat was iedereen wel duidelijk natuurlijk. Kerkelijke pastoors, priesters enzovoort die vermoord zijn in de loop van het revolutionaire proces, dat is aanzienlijk. Dat is iets wat je heel vaak ziet bij revolutionaire processen, dat de kerk, dat die ook beschouwd wordt natuurlijk als een mede-onderdrukker. Wat de kerk natuurlijk ook was, laten we eerlijk zijn. Het was natuurlijk een apparaat wat verder met de liefdesboodschap van de Heer Jezus geen kloot te doen van doen had. Het ging natuurlijk om, wat ik al zei, het was een verdienmachine, om het maar even zo te zeggen. De grondwet, daar hebben we het al even heel over gehad, die was in de maak, die is in 1991 geproduceerd. Maar een van de problemen was de koning. Wat te doen met de koning? In die nieuwe grondwet had hij nog wel een positie, maar was die afhankelijk gemaakt van in feite het democratische proces, om het maar even voorzichtigheidshalve zo te noemen. Want als je natuurlijk zegt, de natie is soeverein, wat heb je dan gezegd? De koning is het niet meer. De koning is een dienaar van de soevereine natie. Net als Willem-Alexander een dienaar is van de soevereine
natie Nederland. Als we genoeg hebben van Willem-Alexander, kunnen we hem zo wegstemmen. Kijk maar in de grondwet. We kunnen hem gewoon door de grondwet ook wel enigszins te veranderen, kunnen hem laten verdwijnen. Dus eigenlijk, en dan krijgen we in de Franse revolutie, krijgen we geleidelijk aan een radicaliseringsproces. En dat radicaliseringsproces werd ook gestimuleerd door de vraag, wat moeten wij precies met die koning? Want die koning was nu afhankelijk geworden van in feite het revolutionaire apparaat, om het zo maar te zeggen. Maar die koning zag erbij natuurlijk ook al belangen, hoe moet dat verder? Bovendien waren ze natuurlijk in het buitenland. Veel adel was naar het buitenland gevlucht. Allerlei hoflui waren naar het buitenland gevlucht. Wat waren de kansen van de koning? Lodewijk de 14e en dan krijg je nog Lodewijk de 15e. Dat was overigens de opa van Lodewijk de 16e. En Lodewijk de 16e is de man waar we het over hebben. Je moet maar eens even naar plaatjes kijken. Een beetje een dom, dik hoofd. Hij was natuurlijk helemaal niet zo slecht als iedereen beweerde dat hij was. Idem dito zijn vrouw Marie Antoinette. En die had natuurlijk ook, daar ging ook allerlei verschrikkelijke verhalen over die niet erg terecht waren. Maar de vraag bleef wat te doen met die koning. En wat doet de koning en de hele koninklijke familie, die probeert te vluchten in 91. Maar de vlucht mislukt, ze worden aangehouden en ze worden weer teruggebracht naar Parijs. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat ze gevlucht waren, het was na samenspraak van buitenlandse verwanten, staatshoofden, koningen en koninginnen. En dat betekende eigenlijk toch, vonden de revolutionairen een vorm van landverraad. Dus na die vlucht in 91, zijn ze in 92, hebben ze eerst de koning afgezet. Ze hebben een eind gemaakt aan het koningschap en vervolgens zijn ze een proces gestart tegen de koning. De koning eigenlijk als landverrader. En hij wordt veroordeeld en hij wordt ter dood veroordeeld. En in 93 hebben ze hem onthoofd. Zo'n plaatje waar die man van de guillotine, niet waar, die houdt zijn hoofd omhoog. De guillotine is het apparaat eigenlijk van het gewelddadige aspect van de Franse revolutie. En de guillotine werd voor het eerst gebruikt in 92. Het hele idee van de guillotine was een humane doodstraf. Dat je er niks van zou merken. Baf, die bijl valt, je kop is eraf, het is klaar, je bent dood. Je begrijpt dat er allerlei mensen zich hebben afgevraagd, ben jij eigenlijk wel dood? Leeft het hoofd niet nog een paar seconden? Allerlei lui die hadden afgesproken nog een knipoogje te geven. Maar dat blijft eigenlijk vrij duister. Hoe lang dat hoofd dan. Om meer dan een paar seconden zal het niet gaan. Het kan ook zijn dat het trauma zo groot is dat je eigenlijk meteen al buiten Westen bent. Om het maar even zo te zeggen. Wat ik eigenlijk vermoed, maar natuurlijk niet zeker weet. Maar het is een vraag die klotst door de eeuwen. Hoe is het als je onthoofd wordt? Hoe lang leeft je hoofd nog, zal ik maar even zeggen. Maar de guillotine is dus in Frankrijk ontdekt eigenlijk. En ja, de guillotine is een ontwerp van een dokter Guillotin. Ja, het is niet anders, maar zo zit het in elkaar. Er was ook lange tijd gerucht dat de Guillotin zelf ook onthoofd was, maar dat is niet zo. Er schijnt wel een Guillotin onthoofd te zijn, maar dat was niet de uitvinder van de guillotine. Maar de guillotine had dus eigenlijk de bedoeling een humane doodstraf uit te voeren. Dat ding is massaal gebruikt, die guillotine. Men denkt dat er in Parijs toch zo'n 14.000 mensen onthoofd zijn in de gewelddadige fase van de revolutie, waar we het zo over zullen hebben. Het onderdrukken, wat ik al zei, grote delen van Frankrijk moest je niet van hebben van die revolutie. En het onderdrukken van die antirevolutionaire sentimenten heeft toch waarschijnlijk honderdduizenden doden gekost. Dus de revolutie is ook een vrij omvangrijk gewelddadig spektakel geweest. We hebben nu dus de koning onthoofd, 93. Maar eigenlijk vanaf 92 tot 94, dat is de meest radicale fase van de revolutie. Dat radicaliseert. Onder andere die sans-culottes hadden gezegd, ja, we zijn bang dat aan de revolutie een eind zal komen. En dat zou onterecht zijn, want er is nog veel werk te doen. En dan zie je eigenlijk hoe geleidelijk aan die inzichten, die ideeën en plannen van de revolutie radicaler worden. Ze beginnen bijvoorbeeld met een heel nieuw systeem van tijdrekening. Met het jaar 1 en het jaar 2 en het jaar 3. En die maanden kregen allemaal andere namen. En
Je had geen weken meer, maar periodes van 10 dagen. Kortom, er werd ook een soort van abstracte religie in het leven geroepen als alternatief voor de Rooms-Katholieke Kerk, die per slotverrekening gerund werd door een man in Rome en waar ze in die zin ook niet alles over te vertellen hadden. En dat is wat heet de terreur, de terreurfase van de revolutie. Dat is zeg maar, dat begint in 92 en dat duurt tot 94. Dan hebben ze al duizenden mensen hebben ze de kop afgehakt. Ja, het was tenslotte ook een loopt het eigenlijk totaal uit de hand, zoals dat zo vaak gaat. Nou ja, zo vaak, daar moeten we zo ook iets over zeggen. En zodanig loopt het uit de hand dat tenslotte, laten we zeggen, de revolutionairen, daar ontstaat een breuk in het revolutionaire gezelschap. Want de gematigden zeggen, jongens, dit is totaal uit de hand gelopen. We moeten hiermee stoppen. Het is zaak dat we de rem erop zetten. Want we kunnen niet eindeloos mensen blijven guillotineren. Dat is gekkenwerk. En die gematigde fractie werd geleid door Danton. Waar ik laatst toevalligerwijze over sprak. En de radicale fractie werd geleid door Robespierre. Oorspronkelijk vrienden van elkaar. En hele goede kennissen die bij elkaar op bezoek kwamen. Maar ja, tenslotte besluit Robespierre, of althans de radicalen, die vooral in het zogenaamde Comité de Salut Public zitten. Dat was een soort organisatie die, zeg maar rustig, een soort van dictatuur uitoefende vanwege de revolutionaire zaak. Dan besluit Robespierre en de mensen achter hem dat eigenlijk die gematigden, dat die ook een bedreiging zijn voor de revolutie. Dus je begrijpt, dit loopt uit de hand en tenslotte zijn de gematigden, die heten de Girondijnen. En de radicalen heten de Jacobijnen. En dus je hebt Jacobinisme en Girondisme, zou je kunnen zeggen. In veel revoluties na de hand zie je vergelijkbare processen lopen. Het gevolg is dat tenslotte in 94, begin 94, worden die leidende Girondijnen worden ook van hun hoofd ontdaan. Ja, dat is een beetje wonderlijke zaak. Er zijn ook wel spotprenten waar je Robespierre ziet, die tenslotte in zijn eentje is overgebleven en die dan de beul guillotineert. De beul die wordt ook zijn kop vanaf gehaakt. Ja, het was een wonderlijk en halfgaar spektakel. En tenslotte zijn allerlei mensen die in feite helemaal niks hadden gedaan, maar ja, je kon je buurman verraden, zoals dat in dit soort van situaties altijd gebeurt. En die zijn dan ook van hun hoofd ontdaan. Het was totaal uit de hand gelopen. 94. Er zat ook geen rechtbank voor. Want als Danton in een kar naar het schavot wordt gereden, gelooft ook dat hij door de straat komt waar Robespierre woonde, dan roept hij ook van, binnenkort ben jij aan de beurt. In het Frans ongetwijfeld. En zo is het ook gegaan. Want in juli 94 worden de radicale Jacobijnen opgepakt en die worden ook onthoofd. En wie bepaalde dat of je naar de guillotine moest? Nou, tenslotte, dat Salut Public, het Comité de Salut Public, bepaalde dat eerst in de radicale fase. Maar tenslotte heeft er een machtsgreep plaatsgevonden, dat heette Thermidor. Ja, waarbij wordt gezegd, het is wel mooi geweest met die revolutie, moet je hiermee stoppen met die onzin. En dan bij die Thermidor, dat leidt ertoe dat Robespierre en zijn broer, iedereen die er iets mee te maken had, die werden ook opgepakt. En die zijn allemaal onthoofd in de vroege zomer van 94. En dan komt het zogenaamde directoire. Dat is zeg maar want dat is de paradox van deze revolutie. Dat natuurlijk een revolutie was uit democratische naam, uit hoofden van een democratische natie, waarbij iedereen gelijk was, want dat had ook de nieuwe grondwet gespecificeerd. Iedereen is gelijk. Er is niemand die bijzonder is. Er is niemand die speciale rechten kan krijgen. De essentie is dat alle burgers gelijk zijn. En alle burgers gelijke rechten hebben. He, wat in feite, nou ja, lees ons artikel 1 van onze grondwet of na, wat eigenlijk een vaststaand feit is geworden. Waarbij over ook deze revolutie, dus al in augustus 89 had gezegd, dat die rechten, niet waar, van die mensenrechten, dat die algemeen geldig waren. Niet alleen speciaal voor Frankrijk, maar net zo goed voor mensen die niet in Frankrijk wonen.
En dan is de paradox natuurlijk dat dat directoire in feite gewoon een rechtse dictatuur was. Daar kwam het de grote trek op neer. En er werd nog wel gestemd, maar het stemrecht werd enorm sterk beperkt. Ik geloof dat maar één keer een algemeen mannenkiesrecht daadwerkelijk geëffectueerd is. En daarna hebben ze het stemrecht fors ingeperkt. En zelfs bij die allereerste keer konden, ik geloof, bediendes niet stemmen. Vrouwen vanzelfsprekend ook niet stemmen. Vrouwenkiesrecht komt in Frankrijk echt verbazingwekkend laat. Namelijk pas in 1944. En dat is, zou je niet zeggen, maar zo is het in feite gegaan. De eerste vrouwenkiesrecht is geloof ik, dat zijn Amerikaanse staat in de 19e eeuw, als ik het wel heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat moet ook de vrouwen zelf even nazoeken, naar mijn idee. Dus nu heeft zich al een paradoxale ontwikkeling voorgedaan, dat deze revolutie uit de hoofden van de vrijheid van alle Franse burgers eigenlijk nu al ontaard is in een rechtse dictatuur. En dat directoire, dat begint dus in 1794 en dat duurt tot 1799, want in 1799 wordt de macht overgenomen door Napoleon. En Napoleon, nou ja, daar hoeven we verder geen Napoleon. Hij had natuurlijk een enorme reputatie opgebouwd. Dat heb ik ook over gehad, hè, in een aparte podcast. Precies. Napoleon was een briljante militaire commandant in allerlei opzichten. Sowieso een volstrekt briljante figuur. Maar je zou ook kunnen zeggen dat natuurlijk de Franse revolutie op dat moment, met dat directoire kun je al spreken van een mislukking. Maar nu krijgen we notabene een keizer die ook nog een dynastieke keizer wil zijn. Zijn zoon moet hem opvolgen in principe. Dus het is erger geworden. Ja, een keizer die zichzelf gekroond heeft. Dat is ook een vrij ijzersterk. Natuurlijk niet door een of andere autoriteit, priester of wat dan ook gekroond is. Ik geloof zelfs dat de paus aanwezig was onder dwang bij de kroning van Napoleon tot keizer. En nou ja, je weet hoe dat afgelopen is. We hoeven aan Napoleon niet al te veel aandacht meer te besteden. Dat hebben we al eens een keer beschreven. Maar nu is de vraag natuurlijk, moet je toch niet besluiten dat die revolutie, die met zulke fantastische, algemene, uiteindelijk natuurlijk op de verlichting gebaseerde ideeën gestart was, namelijk de gelijkheid, de afschaffing van privileges, rechten die iedereen zou moeten hebben, democratische beginselen, is die revolutie eigenlijk niet compleet en pijnlijk mislukt. Want je weet dat tenslotte Napoleon ook de laatste veldslag al verliest bij Waterloo. En dan krijgen we natuurlijk in Frankrijk, komen de Bourbons, die komen weer terug. Broers van Lodewijk de 16e, die op tijd vertrokken waren, dus die niet onthoofd waren. Dus daar vindt in Frankrijk een royalistische restauratie plaats. En dat niet alleen na het congres van Wenen natuurlijk, vindt er eigenlijk in heel Europa een rechtse restauratie plaats onder leiding van Metternich. Dus ja, moeten we nu toch besluiten, de Franse revolutie, het is leuk geweest, maar het is volledig uit de hand gelopen. Punt 1, het is uiteindelijk ontaard in een orgie van moordzucht, niet waar, met die halfgare guillotine als symbool van die moordzucht, en dan zwijgen we nog over de moordpartijen die elders in Frankrijk hebben plaatsgevonden in de revolutionaire jaren. En het gekke is dat je uiteindelijk moet besluiten dat die Franse revolutie een gigantisch succes geworden is. Anders kun je het niet noemen. Dat als je even naar onze eigen grondwet kijkt, dan moet je zeggen, dat al die dingen die deze Fransen al in 1789, in de zomer van 1789, op papier hebben gezet, zijn uiteindelijk de uitgangsprincipes van alle democratische landen ter wereld geworden. En misschien is het ook wel lollig om Nederland zelf even natuurlijk als voorbeeld te nemen. Wij zijn vanaf 1795 zijn wij door de Fransen bezet. De moderne Nederlandse overheid is een Franse creatie. Natuurlijk met hulp van de Nederlanders uit die tijd, de Schimmelpennings enzovoort, dat wel. Maar het is zonder Franse bezetting, wie weet hoe lang die rare republiek nog voortgekacheld zou zijn. Nee. En
wat je voor Nederland kan stellen, kan je stellen eigenlijk voor een groot deel van Europa. De grote veranderingen die Napoleon had geëffectueerd in Duitsland, die zijn gewoon gebleven wat ze waren. Daar hebben ze in feite niks aan gedaan. Als je nou over de 19e eeuw overblikkend, gaat het over de natie. De natie als soeverein. Het democratische aspect, niet waar, overal moest dat zo zijn. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Napoleons keizerschap, dat berustte op een soort van plebiscitaire verkiezingen. Dus hij vroeg steeds toestemming eigenlijk aan het volk om een dictatoriaal opererende keizer te worden. Idem dito zijn neef Napoleon III, die niet waar na 1848 aan de macht komt, wiens legitimiteit uiteindelijk gebaseerd was op die van de grote keizer. Laat iedereen trouwens, als die in Parijs is, toch nog even gaan kijken naar die kist van Napoleon in dat, die tombe. Ja, precies in die rotonde. Dat is toch wel, ja, daar moet je een keer naar hebben gekeken. Dat vind ik wel. In die zin moet je zeggen, heeft Frankrijk natuurlijk op basis van de verlichtingsbeweging, die veel breder was dan Frankrijk alleen. Maar de Franse revolutie is in allerlei opzichten het begin van de moderne politiek. Politiek zoals wij die kennen. Ja, in die zin is met de Franse revolutie een nieuw tijdperk begonnen. Ik denk dat je dat niet kunt ontkennen. Zelfs die Bourbon-restauratie in Frankrijk, als je even onder de oppervlakte kijkt, zie je eigenlijk dat het hele Napoleontische Frankrijk, dat gewoon eronder zit, als het ware. En dat alleen de toplaag is daar weer, en allemaal pastoors in jurk en allemaal die dingen meer, en die deftige kroningen, alsof er sinds de middeleeuwen niks veranderd was, maar dat is eigenlijk allemaal flauwekul. In allerlei opzichten is het Napoleontische Europa, niet waar, is beslissend gebleken voor hoe Europa er in de 19e eeuw uitzag. Nou ja, en tenslotte komen er weer nieuwe revoluties, 1830, 1848. En nou ja, tenslotte verliest Parijs zijn greep op het revolutionaire proces. En je moet altijd enorm op uitkijken dat je niet de revolutie vereenzelvigt met, laten we zeggen, de stad waar ze uitbreken. Steden zijn altijd revolutionair georiënteerd. Dat wil helemaal niet zeggen dat de omliggende bewoners, natuurlijk ook, ja, kan een rol even toevoegen. Veel Amsterdammers denken natuurlijk dat hun culturele en politieke opvattingen maatgevend zijn voor de rest van het land. Maar dat is gewoon niet zo. Je doet er goed aan om het hele land in principe te overzien. En ja, dat geldt in hoge mate dus voor, is de revolutie ontspoord? Ja, er zijn jaren geweest dat die revolutie volstrekt ontspoord was, zonder meer. Nog interessanter is eigenlijk dat natuurlijk zich na de Franse revolutie alle mogelijke revoluties hebben voorgedaan. Neem bijvoorbeeld de Russische revolutie, ook ontspoord natuurlijk, hè, want dat revoluties toch een beetje de neiging hebben gehad om hun eigen kinderen op te vreten. Dit is natuurlijk in de Franse Revolutie ook gebeurd, dat Robespierre, niet waar, ik wil niet zeggen zijn beste vriend Danton, want hij veel vrienden had hij eigenlijk niet, maar dat hij gewoon die heeft laten onthoofden, dat is natuurlijk ook, nou ja, lees die roman van Hilary Mantel, 700 bladzijden, het is best aangrijpend, dat eindigt ook een beetje met de onthoofding van Danton. Maar je ziet in alle revoluties dat ze altijd terugkijken op de Franse Revolutie en zich afvragen, in welke fase zitten wij eigenlijk? Omdat het de eerste grote revolutie was. Precies. En is er bij ons al een Napoleon zichtbaar? Ja. Is Trotsky de nieuwe Napoleon in de Russische Revolutie? Kunnen we niet beter meteen die Trotsky een kopje kleiner maken? Want voordat je het weet, raak je hem niet meer kwijt. Denk aan Napoleon. Dus het is een blauwdruk? Ja, het werd eigenlijk een soort paradigma, een soort revolutionair paradigma. Iedereen analyseerde andere revoluties altijd in de termen van de Franse revolutie. Maar dan bleek het toch vaak weer heel anders te verlopen dan de Franse revolutie verlopen is. Maar dat revoluties per definitie leiden tot een democratisering, ja, op de hele lange termijn en onder de juiste omstandigheden. Maar als je eigenlijk iets zou moeten zeggen over wat de ware
resultaten zijn, zeker op de middellange termijn van revolutie, is het eigenlijk de vergroting van het staatsgezag. Als Napoleon nou iets bewerkstelligd heeft, namelijk een veel efficiëntere en machtiger overheid dan er was. Frankrijk was natuurlijk in allerlei opzichten een rommeltje. Fijn verdienmodel voor de adel en de geestelijkheid, maar het was een rommeltje. En het post-Napoleontische Frankrijk is geen rommeltje. In die zin is Napoleon er nog steeds. Ja. Denk aan de Code Napoleon. Ja. Dat zijn allemaal zegenrijk. Denk aan de emancipatie van deze en gene zaken. Wat houdt die code in? De Code Napoleon, dat die daar is in allerlei opzichten, is ons wetboek. Zowel het burgerlijk wetboek als het wetboek van strafrecht daarop gebaseerd. En jij zei ook net van de Franse revolutie is eigenlijk het begin geweest voor de moderne politiek. Waar blijkt dat dan uit? Nou, bijvoorbeeld links-rechts. De conservatieven zaten rechts van de voorzitter. En de progressieven zaten links van de voorzitter. Dus ja, nou, we maken het uit. Dat is in de Franse revolutie zo bedacht? Ja, zo is dat daar begonnen. Maar wat de kern natuurlijk van de zaken is, is dat niet een vorst van God gegeven het recht heeft om ons te besturen. Maar dat we daar geen bal meer van geloven, maar dat we in feite vinden dat we onszelf moeten besturen. Dat de natie, niet waar, dat is de soevereine instantie. En die natie is soeverein doordat die democratisch, dat de vorm van die natie democratisch tot stand is gekomen. Ja. Wie is er soeverein in Nederland? Dat is de volksvertegenwoordiging. Mm. Ook niet onze regering. Dat was voor de regering, als de volksvertegenwoordiging zegt, we hebben er schoon genoeg van, dan sturen we ze naar huis. Ja, maar dit was dus de eerste keer dat de regering dan. Dit was de eerste keer dat er zo'n grote opstand in Europa zichtbaar was, op deze schaal. Nou, daar is een eerder natuurlijk een vorst hoofd, namelijk Karel III in Engeland. En in Engeland heeft dat geleid tot een omvangrijke, langdurige burgeroorlog, waarin Cromwell in feite ook een soort van napoleontische functie had. Maar dat is met die Engelse zaak is dat anders afgelopen dan met de Franse revolutie heeft veel meer invloed gehad dan, ja, ik weet niet of je die gebeurtenissen in Engeland, die burgeroorlog gebeurtenissen als een revolutie moet zien. Sommige mensen geloof ik zien dat ook als een revolutie. Kijk, zodra je natuurlijk je koning onthoofd, waarvan iedereen tot die tijd beweerde dat ze een van God gegeven recht hadden om ons te, dat hun rechten niet waar het gevolg waren van het feit dat het volk daarvoor gestemd had, maar omdat onze lieve Heer het zo wou. Ja, als je daar natuurlijk eenmaal mee stopt met dat idee, dan ben je op weg naar de democratie. Dat die weg naar de democratie merkwaardigwijs altijd er eerst toe leidt dat in feite de democratie, dat het nog veel minder democratisch wordt dan het eigenlijk was, dat is wel een opmerkelijke zaak natuurlijk. Het is een hele belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis waar we nog iedere dag eigenlijk mee geconfronteerd worden. Ja, de Franse revolutie is er altijd. Hè? Ook misschien wel het idee dat we altijd denken dat we weer overnieuw kunnen beginnen. Dat ook een beetje een idee is. Hè, denk aan al die hervormingen van die jaren en de namen van de maanden en zo. Dat is allemaal al na een jaar of zes is dat allemaal afgeschaft. Hm. En wat zijn nog andere dingetjes waar we dus in politiek opzicht, zijn er nog andere punten waar we de Franse revolutie dagelijks in tegenkomen? Dagelijks? Nou, ik denk vooral, neem Nederland, dat wij een modern land zijn met moderne belastingheffing gebaseerd op democratische beginselen. Dat hebben we voor een deel te danken aan de Franse bezetting. Ja. Geen idee hoe Nederland eruit zou zijn. Waarschijnlijk was het anders ook wel gebeurd. Maar we zijn door de Fransen wel in de tijd met de neus op de feiten gedrukt. Want het kan anders en beter. Het kan beter georganiseerd worden. En bij ons leidt dat natuurlijk ook tot in feite een vergroting van, denk aan Willem I, wat een hele vervelende, dictator is misschien een te groot woord, maar toch wel een machthebber eerste klas was. De Republiek was een zootje ongeregeld in vergelijking met het koninkrijk onder Willem I. Hmm. Wat voor onderwerp ga je vandaag doen? Napoleon had ik gedacht. Vanwege die film. Ja, ik heb hem zelf niet gezien, dus wat dat betreft is het een beetje dubieus. Maar daarom dacht ik, als ik nou probeer te schetsen wat eigenlijk de structurele voorwaarden voor Napoleon waren. Wat, wat,
Wat is de verklaring voor zijn in feite ongekende langdurige militaire successen? Ten slotte goed is het natuurlijk doodgelopen en is hij verslagen in Waterloo. Dat is allemaal waar. En daar, is de, daar zijn namelijk goed beredeneerde structurele oorzaken van dat succes van Napoleon. En zo je wil ook van het succes van het revolutionaire Frankrijk. Want Napoleon was bij uitstek een product van de Franse revolutie. Dat hij tenslotte een soort van monarch is geworden en zich heeft laten kronen tot keizer. Sterker nog, niet heeft laten kronen, maar de kroon tenslotte op zijn hoofd heeft gezet. Dat is wat anders. Maar feit is, hij zonder de revolutie is Napoleon ondenkbaar. Dus dan is de vraag, wat heeft dan de revolutie bewerkstelligd? Niet waar dat Napoleon de mogelijkheden kreeg die hij gekregen heeft. Want voordat we over die mogelijkheden gaan praten, moeten we wel constateren dat Napoleon zonder eigenlijk enige twijfel een soort militair genie was. Maar goed, daarvoor had hij dingen nodig om te laten zien dat hij een militair genie was. Hij was onder andere heel goed voor zijn troepen. Logies, eten en allemaal dat soort van dingen werden sterk verbeterd. Hij sprak ze met enige regelmaat toe. Wij zijn helden, jullie zijn helden enzovoort. Hij gaf ze voortdurend medailles voor allerlei gelegenheden, kortom. Hij wist wel hoe hij zijn troepen kon motiveren. Wat lang niet alle generaals weten natuurlijk. Hij was al generaal, brigadegeneraal toen hij geloof 27 was of zo. Want dat is natuurlijk een ander aspect van de revolutie, dat sommige mensen razendsnelle carrières maakten in allerlei opzichten. Napoleon was ook heel modern in de zin dat hij een feilloos begrip had voor het feit dat hij, ja, ongelukkigwijs moet ik weer een Engels woord gebruiken, dat hij, ja, want als ik zeg een bekende Fransman was, dan klinkt dat een beetje idioot, een celebrity was. Dus hij zorgde ervoor dat alles wat hij deed, niet waar, enorm positief vermeld werd in krantjes en dat er over gesproken werd. En hij had een hele reclame-industrie, als het ware, gecreëerd om reclame voor zichzelf te maken. En hij was natuurlijk het soort van iemand die ook de briljantie had om tot overdrijving aan te zetten, neem ik aan. Maar nu dan, zeker in het begin was het ook een beetje. Hij was dus niet klein zoals iedereen beweert, hij was gemiddeld groot, wat voor die tijd gemiddeld groot was. Ook niet lang, bijzonder lang of zo, maar ook niet bijzonder klein. En hij was zeker in het begin was die bleek en mager en liep die enigszins gekromd. Maar goed, later groeit hij uit en wordt hij dik en krijgt hij een dikke pens. Die je soms ook wel op sommige schilderijen kunt zien. Maar nu de structurele voorwaarden. Want wat is de Franse revolutie eigenlijk? De Franse revolutie is de geboorte van de natie, van de moderne natie. En de Franse revolutie leidt in Frankrijk tot een enorme centralisatie van de politieke macht. Hebben we het over gehad, hè? Die podcast kunnen mensen precies luisteren. En bovendien, die enorme centralisatie van de politieke macht maakte het ook mogelijk om, laten we zeggen, de macht van de natie te mobiliseren. En wat is dat in dit geval? Dat je dus mensen kunt oproepen voor militaire dienst. En natuurlijk in een chaotisch land wat niet geweldig georganiseerd is, is dat een lastige onderneming. En de meeste legers in de 18e eeuw waren niet nationale legers, maar waren legers met huurlingen. En ook de oorlogvoering in de 18e eeuw had een ander karakter dan de oorlogvoering die uiteindelijk ontstaat door de Franse revolutie. Want, en dat was een heel sterk punt van Frankrijk, Frankrijk had meer inwoners dan alle andere Europese mogendheden, namelijk toen ter tijd 28 miljoen. Dus nu is het ergens, wat zal de Franse bevolking nu zijn, 63, 64 miljoen of zo. Ik wil niet zeggen dat dit eigenlijk twee keer zoveel, het is iets meer dan twee keer zoveel. Niet waar, 28, 56. Moet je je voorstellen hoeveel inwoners had Nederland in die tijd? Ik schat 2,5 miljoen, als het dat al was. Hoeveel inwoners hebben we nu? 18 miljoen. Dus dat is 7 keer zoveel, hè, als ik goed reken. Ongeveer 7 keer zoveel. Ja, 7 keer zoveel.
Moet je je voorstellen, stel voor dat de Fransen hun bevolking 7 keer zo groot gemaakt hadden. We 100 even allemaal af, dus we maken van die 28 even 30 miljoen. Dan zou Frankrijk op dit moment, zou dat, bij een precies zo'n grote bevolkingsgroei als Nederland, zou Frankrijk nu, niet waar, 210 miljoen inwoners hebben. Moet je je voorstellen. Dat zou een hele eigenaardige propositie zijn natuurlijk. Maar dat geeft aan hoe groot relatief de Franse bevolking toen was. Dat betekende dat je dus bij een dienstplicht, hè, daarom heet het ook levée en masse, je kon massale hoeveelheden soldaten mobiliseren voor het Franse leger, voor de Grande Armée van Napoleon. En dat maakte in feite dat althans tijdelijk Frankrijk een min of meer onuitputtelijke voorraad van soldaten had. En later, als het natuurlijk het Franse imperium groter wordt, kon je ook allerlei mensen lokaal nog mobiliseren daarvoor. Dus hier zie je voor het eerst eigenlijk de natie in oorlog. Hè? Voor die tijd waren het in feite, nou ja, toch in feite monarchen die met elkaar in oorlog waren. Maar nu is het, de hele natie raakt bij de oorlog betrokken. En dat betekende ook dat geleidelijk aan in de loop van die hele periode waar we het nu over hebben, dus ja, wanneer verschijnt Napoleon op het toneel, nou ja, zo'n beetje in de tweede helft van de jaren 90 en tot en met 1815, ja, die eeuwen, daar moet je altijd mee uitkijken, worden die legers steeds groter en groter en groter. Napoleon vestigt zijn naam eerst met het neerslaan van een royalistische soort van opstand in Parijs. En daar valt hij al op door het feit dat hij enorm handig omgaat met artillerie. Bewegelijke artillerie. De juiste opstelling voor de artillerie. Dat kan ook kloppen, want hij had een opleiding genoten als artillerieofficier. Hij was gewoon professioneel gevormd als militair. En vervolgens vestigt hij zijn naam met een reeks van veldslagen in Noord-Italië. Waar hij tenslotte zij tijdelijk afrekent met de Oostenrijkse aanwezigheid in Noord-Italië. En waardoor zijn naam niet waar al omklinkt. Dan wordt al duidelijk dat hij toch een grootse belofte is, minimaal. En misschien ook wel de Caesar die zoveel verwacht hadden. Niet waar, in de loop van de Franse Revolutie. Dan gaat hij nog naar Egypte. Dat begreep dat ook een belangrijke rol speelt in die film. Daarin wordt in de film geloof ik beweerd dat hij ook geschoten heeft op de piramides, maar dat is flauwekul, naar ik begrepen heb. En ook eigenlijk de hele expeditie in Egypte wordt een mislukking. Maar hij vertrekt op een goed moment en laat een deel van zijn troepen achter. Maar feit is wel dat hij eigenlijk de publiciteit was, bleef hartstikke goed, bleef heel positief. Het werd toch algemeen gezien als een overwinning. En voor de wetenschap was het een hele nuttige expeditie, want daardoor zijn we veel beter op de hoogte geraakt van het oude Egypte, zal ik maar zeggen. Wat in de loop der jaren ook al was gebleken, was dat Napoleon meedogenloos kon optreden tegen zijn tegenstanders. Duizenden krijgsgevangenen liet doodschieten. Gruwelijke plunderingen toestond. Dus op dit punt was hij niet helemaal. Hij schijnt ook tegen Metternich ooit gezegd te hebben van ja, voor mensen als ik zijn miljoenen doden, dat stelt niks voor. Dat kan ons helemaal niks schelen. Ja, dat zijn natuurlijk niet zulke fijne uitspraken. Al kan je hier ook weer zeggen, we hebben het nu over Kissinger gehad. Al is Kissinger meer natuurlijk de kampioen van Metternich dan van Napoleon. Maar ja, dat dit soort verluin natuurlijk vaak in situaties komen waar wij godzijdank nooit in komen. En waar je misschien inderdaad keuzes moet maken die over leven en dood gaan. Maar bij Napoleon, het ging er wel erg makkelijk af om duizenden krijgsgevangenen te laten executeren. Kortom, Napoleon keert weer terug naar Frankrijk. En wordt daar al betrekkelijk snel eerste consul. In feite de leider van het nieuwe Frankrijk. En dat is zo, we zitten dan helemaal aan het eind van de 18e eeuw en in de eerste jaren van de 19e eeuw. En dan moet gezegd worden dat in die jaren, in die paar jaren eigenlijk, Frankrijk grondig gemoderniseerd wordt. Zo je wil,
gepoliontiseerd, zou je het ook kunnen noemen. Want een groot deel van die institutionele vernieuwingen waarvoor Napoleon gezorgd heeft, die zijn gebleven. In allerlei opzichten oogt Frankrijk nog steeds als een zeer sterk gecentraliseerde Napoleontische republiek. En allerlei staatsinstellingen waarvan je misschien achteraf zegt dat is wel erg sterk gecentraliseerd, maar het heeft heel behoorlijk gewerkt. Denk ook aan de prefecten in de diverse departementen. Dat zijn, en misschien nog wel belangrijker, de Code Napoleon. Dus een rechtssysteem, wat overigens ook in tal van Europese landen afgekeken is, gebruikt is, door de Franse bezetters ingevoerd. Nou ja, denk aan Nederland, wat in allerlei opzichten een moderne staat geworden is als gevolg van de Franse bezetting in de jaren na 1795. En dan, tenslotte kroont, niet waar, na een propagandacampagne die hij allemaal zelf georganiseerd had, is er behoefte aan een nieuwe monarch en tenslotte kroont hij zichzelf tot keizer. En Josephine de Beauharnais, zijn vrouw, hier zijn enigszins obsessief werkende geliefde, die is ook nog een tijdje keizerin geweest, maar tenslotte scheiden ze van elkaar. Want zij kan geen kinderen meer krijgen en dan trouwt hij met een, zoals ergens geschreven werd, met een mollige prinses uit Oostenrijk-Hongarije, of uit Oostenrijk, een Habsburgse prinses. En die baart hem een zoon, maar die is op zijn 21ste aan de TBC overleden, dus die heeft verder geen historische rol van betekenis meer gespeeld. Hij had ook nogal wat bastaarden bij diverse vriendinnen en die hebben nog weer wel een rol gespeeld, maar we gaan dat allemaal overslaan. Ondertussen had natuurlijk Napoleon, die eigenlijk vrijwel alle veldslagen won die vocht, had een heel imperium bij elkaar geveldslacht. Nee, kun je dat niet zeggen, maar nou ja, had militaire veroveringen die ondertussen een enorme omvang hadden aangenomen. En je kunt zeggen, Napoleon is eigenlijk het slachtoffer geworden van zijn eigen succes. Want dat imperium, dat Franse imperium, was eigenlijk te groot om dat behoorlijk te behappen. Het was te groot om het stabiel en voor de lange termijn te kunnen besturen. Er waren voortdurend opstanden, er was voortdurend narigheid. Er werden voortdurend coalities tegen hem weer. De eerste coalitie, tweede, ik weet niet, tenslotte was er ook nog een vijfde coalitie tegen Napoleon. En dan won hij altijd wel, maar het was toch instabiel. Hij heeft er zelf ook wel eens gezegd, kijk, ik ben nou eenmaal niet erfelijk een keizer van Frankrijk geworden. Ik heb mezelf gekroond, per slotverrekening. Ik ben maar een eenvoudige jongen uit Corsica. Want hij was natuurlijk, ja, dat, maar goed, ik denk dat iedereen dat wel weet. Hij was eigenlijk geboren in Corsica. Laat ik even voor het gemak, dan weet u de jaartallen. Hij is geboren in 1769 in Corsica. In een familie van kleine adel. Je spelt het ook, hè, Bonaparte, schrijf je aanvankelijk in Bonaparte. Hij is overleden in 1821. Eenzaam. Gepest op het eiland Sint Helena midden in de Atlantische Oceaan. En zijn overblijfselen zijn in 1840 door Louis Philippe, toen koning, de burgerkoning zal ik maar even zeggen, naar Parijs gehaald. En zijn restanten zijn onder geween en gejuich zijn die ingehaald en iedereen kan zijn restanten gaan bekijken. Nou, niet de restanten, maar wel De prachtige doodskist, Porfier is het geloof ik, Porfirium, ik weet niet hoe je dat noemt. Porfier, zijn doodskist in Dom des Invalides in Parijs. Ga even kijken. Wat u verder ook van Napoleon vindt, het was een van de dominante figuren van de Europese geschiedenis. Het is iemand die in allerlei opzichten de Europese geschiedenis grondig veranderd heeft. Die altijd die nieuwe grens heeft getrokken. Die vaak eigenlijk een soort voorproefje, een soort voorgerecht bleken te zijn voor latere nationalistische ontwikkelingen. En natuurlijk was hij ook de uiting van, nou ja, de nation at war. De oorlogvoerende natie. Dat waren heel andere oorlogen dan in de 18e eeuw.
Niet waar? In de 18e eeuw waren het relatief kleine legers. Enkele tienduizenden mensen waren dat. Het was ook, men vermeed ook een beetje veldslagen, want dat gaf een hoop narigheid en slijtage. Het was vaak een soort schaakspel eigenlijk tussen degenen die met elkaar in oorlog waren. Niet altijd, maar soms wel. En nu ging het eigenlijk om, als Napoleon vecht in Noord-Italië, dat is nog een leger van enkele tienduizenden mensen, maar heel snel groeiden die legers enorm. En dat had weer te maken natuurlijk met die Levea Mas, met de mogelijkheid om een hele natie te mobiliseren. Je begrijpt ook wel dat zijn tegenstanders dat geleidelijk aan van hem afkeken. Ik moet er nog bij zeggen, dat viel mij natuurlijk wel op. Wat was het geheim van Napoleon's geniale militaire inzichten? Ook toch weer snelheid. En met name ook weer dat creatief gebruik van de artillerie. Ik moet ook zeggen dat bij al zijn hoe moet je dat zeggen, op zijn pogingen om de tegenstander in de val te laten lopen. De tegenstander had graag bereid was om in de val te lopen. Dat je ook denkt, maar nou ja, hebben ze dan zelf niet in de gaten gehad dat. Maar oké. Hij wint in feite in principe tot het laatste moment praktisch alle veldslagen. Maar het imperium, het Franse empire, was in allerlei opzichten te groot geworden om behoorlijk te bemensen. Dat speelde een rol in het feit in... Nee, laat ik eerst iets anders zeggen. Zijn belangrijkste tegenstander, maar zijn ongrijpbare tegenstander, was Engeland. En natuurlijk heeft hij ook plannen gemaakt om een invasie in Engeland te doen. Daarvoor had hij natuurlijk een grote en effectieve vloot nodig. Het probleem was dat hij wel een hele grote vloot had, zelfs iets groter dan de Engelse vloot, maar dat de Engelsen veel beter konden vechten op zee. En dat hij tenslotte een beslissende zeeslag verliest, niet waar, bij Trafalgar, waar Nelson weliswaar om het leven komt, maar waar de Engelsen een zeer ruime en zeer beslissende overwinning ter zee behalen. Dus dan is het probleem, hoe moet die Engeland aanpakken? Hoe moet hij de ongrijpbare tegenstander aanpakken? Het is duidelijk dat invasieplannen, daar moet hij van afzien. En dan komt hij op het idee, of men komt op het idee, om een continentaal stelsel te maken. Om in feite de handel tussen het continent en Engeland onmogelijk te maken. Dus de Engelsen mochten niet meer naar het continent exporteren. En vanuit het continent zou niet naar Engeland geëxporteerd worden. Maar je voelt al wel, dit is niet het moderne Europa. Dit is, en ook dat is zo lekker als een mandje, zoals je weet. Maar dat Europa was natuurlijk nog veel en veel lekkerder. Dat wil zeggen, in allerlei opzichten ging die handel gewoon door, maar in enigszins clandestine aard. En er waren landen die ze helemaal niet van plan waren om zich iets van deze zaken aan te trekken. En bijvoorbeeld, dat is Portugal. En dan besluit hij ook Spanje te bezetten. In Spanje ontstaat een guerrilla-verzet. Wat ook elders in Europa al, ook in Italië was altijd allerlei guerrilla-achtig verzet ontstaan. En dat bond natuurlijk grote hoeveelheden troepen. En in feite was de bestrijding daarvan niet bijzonder effectief. Dus daar zie je ook aan dat Franse Europese Rijk, zo kun je het wel noemen. Hij had ook wat pogingen gedaan om in de kolonie iets te doen, maar die waren grondig mislukt. Dat Europese Rijk was ook te veel van het goede eigenlijk. Er waren overal opstanden, hij moest steeds brandjes blussen en er kwamen steeds nieuwe coalities tegen hem in het veld. En dat eindigde tenslotte mee dat hij besluit om Rusland aan te pakken in 1812. En zoals we alle weten, dat wordt eigenlijk een mislukking. Daar zag het aanvankelijk eigenlijk helemaal niet zo naar uit. Maar het wordt een mislukking omdat de Russen bereid blijken om Moskou in de fik te steken. Dus heel Moskou fikt af, een fantastische fik natuurlijk. Wat moet Napoleon dan met zijn leger al daar? Hij kan het nergens onderbrengen. Hij heeft eerst nog getreuzeld, laat ik eens kijken. En zo heeft wel weer een veldslag plaatsgevonden. Die de Fransen wel winnen, maar niet overtuigend winnen. Dus laten we zeggen, een deel van het Russische leger blijft intact.
Nou ja, en dan komt de fameuze terugtocht uit Rusland in gruwelijke winterse omstandigheden. En komt er toch een eind aan, laten we zeggen, het bewind van Napoleon. Met een nieuwe coalitie. Bovendien de Engelsen, die zijn heel succesvol daar in Spanje. Dus die kunnen Frankrijk vanuit het zuiden aanvallen. En Napoleon abdiceert tenslotte. Overigens is daar nog een hele tijd over gepraat. Of hij dat wel moest of niet moest. En toen is een van zijn generaals overgelopen naar de tegenstander. En uiteindelijk besluit men om Napoleon af te zetten. En dan gaat hij naar Elba. Klein eilandje voor de kust van Italië. En daar mag hij zich overigens wel keizer noemen. Ja, dat is ook een beetje lullig natuurlijk. Maar ja, ze vonden het toch, ze konden hem ook niet al te erg kwetsen. Dus hij mocht op Elba had hij ook meteen allerlei geweldige plannen. Heel Elba moet gereorganiseerd worden en zo. Maar goed, tenslotte breekt hij los uit Elba in 1815. En nou ja, nog eenmaal zijn er 100 dagen Napoleon. Dit was ontzettend spectaculair. Hij wordt aanvankelijk toch met geween en gejuich wordt hij ingehaald. Maar verliest dan tenslotte de beslissende veldslag bij Waterloo. Waarbij de vraag is of die, ook als het Waterloo niet dat liep eigenlijk vrij slecht voor de Fransen. Maar de vraag was eigenlijk of dat ook die Grande Armée was wel wat versleten geraakt. Frankrijk was eigenlijk uitgeput geraakt door die enorme krachtsexplosie van de Napoleontische, van de revolutionaire en de Napoleontische jaar. Maar goed, kijk je achteraf naar de hele onderneming, dan moet je zeggen, er deed zich in de Europese geschiedenis iets totaal nieuws voor. Namelijk de opstanding van de natie. Vroeger waren er ook wel dingen geweest die op een natie deden, aan een natie, latere natie deden denken. Maar daar, Frankrijk is in die zin de Franse revolutie, is in die zin de uitvinder van de moderne natie. Gecentraliseerd bestuurde, effectief bestuurde eenheid. Waar die bovendien in staat was om de jonge mannen zo gek te krijgen, niet waar, om dienst te nemen. Kon dat later wel afkopen en zo, allerlei regelingen voor mensen die er geen zin in hadden. Maar in feite is natuurlijk de typische nieuwe natie is een mobiliseerbare natie. Nou ja, tenslotte in de 19e eeuw ontstaan er nieuwe naties in Europa, Italië, waar eigenlijk ook Napoleons ingrepen in Italië al deels op gepreludeerd hadden. En tenslotte ontstaat er natuurlijk ook een Duitse natie. Waarbij Bismarck dan een heel belangrijke rol speelt. Maar ook daar zou je wel misschien kunnen zeggen dat een Duits natiegevoel al wakker was gekust door de enorme nederlagen die Pruisen had geleden tegen het militaire genie Napoleon. Dus Napoleon is eigenlijk tenslotte het slachtoffer geworden van zijn eigen succes, in de zin dat het empire zo groot was geworden dat het niet meer beheersbaar was. En dat hij eigenlijk voortdurend gedwongen was om veldslagen te houden en te winnen. Niet waar, om de zaak nog enigszins overeind te houden. Maar het was een krakkemikkig bouwsel. En zo komt daar tenslotte ook een eind aan. De legers waren ondertussen veel groter geworden. Van tienduizenden naar honderdduizenden. Ook die veldslagen, dat waren enorme ondernemingen geworden. Waarbij ook enorme hoeveelheden slachtoffers vielen. Maar hier wordt de moderne natie, en dus ook de type van oorlog wat een moderne natie kan voeren, dat werd geboren in deze jaren en is het product van de Franse Revolutie en natuurlijk van de Napoleontische voortzetting van de Franse Revolutie. Dus ja, ik heb het maar niet te veel over zijn liefdesaffaires en maar dat soort van dingen gehad. Dus hij is ondenkbaar zonder de constructie van de moderne natie. En daarvoor was de Franse Revolutie verantwoordelijk. En wat heeft hem zo legendarisch gemaakt? Moet je zeggen dat hij, laten we zeggen, een van degenen was die heel snel inzag wat de mogelijkheden waren die nu ontstaan waren door centralisatie en centrale machtsuitoefening. Ja. En wat heeft hem zo legendarisch gemaakt? Dat hij al die veldslagen won.
Nou ja, ga maar na. Het is een lange, lange reeks. Er zijn ook allemaal boeken die speciaal alleen maar over de veldslager gaan. En laten zien hoe goed hij wel niet was. Al heeft hij tenslotte verloren. Dan is daar wel de communis opinio dat de Grand Armée al zo verzwakt was eigenlijk. Dat de kans dat hij in Waterloo was. Hij had kunnen winnen met wat meer geluk enzovoort. Maar dan had hij het vervolg verloren. Hij zou de kans dat hij echt militair gecontinueerd zou kunnen zijn, was niet zo groot. Nee. Maar wat maakte hem zo sterk en zo goed bij die veldslagen? Was dat natuurlijk zijn strategische inzicht, wat hij dus duidelijk had? Hij was slim. Gebruik van artillerie. Tempo, tempo, tempo. Ja. Hè? Ja. Wat we het al over hebben gehad, over de Duitse Weermacht. Tempo, tempo, tempo. Ja, want het voordeel van... bijna altijd dat dit soort van succesvolle militairen altijd afhankelijk winnen door een veel hoger tempo aan te houden dan hun tegenstanders. Ja, de hoop dat de tegenstander het niet bij kan houden. Ja, meestal kon de tegenstander het ook niet bijhouden. Nee. Maar moet ik zeggen dat er bij diverse napoleontische veldslagen, mensen moeten het maar eens even nalezen, heeft hij dan een leuk, een handig idee. En dat je denkt van ja, dat tuinen ze dan. Elke keer tuinen ze erin. Hè? Dus dan leek, ik zal maar zeggen, de legers staan over elkaar. En dan verzwakte die bijvoorbeeld zijn rechtervleugel. Zodat de tegenstander dacht, die rechtervleugel, daar gaan we lekker op aanvallen. Maar ja, dan begrijp je het wel dan. Als ze die rechtervleugel aanvielen, dan draaide de hele zaak niet waar. En konden ze de vijand in de flank aanvallen. Ja, ja. Denk je dat ook dat Hitler hier ook naar heeft gekeken? Want die heeft natuurlijk ook dat tempo. Nou, er schijnt een foto te zijn die ik nooit gezien heb. Waarbij Hitler, die heeft Parijs bezocht, hè, na de Franse nederlaag in 1940... Dat Hitler in die. Ben je ooit in die Dom des Invaliden geweest? Ja. Ja, en dan is daar boven zo'n omgang, weet je wel? Ja, ja. En dat is een foto waar Hitler daar op die balustrade staat en peinzend naar beneden kijkt naar die kist. Nee, je kunt geen kist, sarcofaag, ik weet niet hoe je het noemen moet. Naar die sarcofaag van Napoleon. Maar ik heb die foto nooit gezien. Ik heb ook gekeken of ik hem ergens vind. Ik kom, maar die schijnt te bestaan. Ja. Heb je het eerder hebben we het ook gehad over Napoleon? En toen zei hij van hij is wel. Al moet je zeggen natuurlijk dat Hitler natuurlijk uiteindelijk weer precies dezelfde fouten heeft gemaakt. He, als Hitler, nou, hij heeft het ook wel eens gezegd. Als Hitler nou in de zomer van 40 had gezegd. Ja. Ik ben wat tevreden eigenlijk. Ik heb meer bereikt dan enige Duitse leider voor mij ooit heeft bereikt. Ik heb daar een hele lekkere villa, daar een Berchtesgaden en zo. Lekker uitzicht en zo. Je hebt daar heel mooi uitzicht. Ik stopte mee. Ja. Voordat Napoleon had gezet, begon men, nou ja, we hebben wel genoeg en zo. We doen nog wel een beetje die veroverde gebieden, die maken we autonome eenheden. En ik stopte mee. Ik heb een dikke buik gekregen. Parijs is een fijne stad. Ik heb vriendinnen zat. Kortom, nee, dat is het. Maar het was ook, dit soort van lieden, ze worden ook voortgedreven door hun eigen momentum. Ook Hitler wordt in zekere zin het slachtoffer van zijn eigen succes. Omdat natuurlijk na die ongelooflijk spectaculair succesvolle veldtocht in 40, denkt hij dat hij alles kan. En denkt hij dus dat Rusland een zandkastenspiel is, zoals hij zei. Ja. Niet waar? Een flauw niemendalletje in feite. Maar op zich ook daar weer een grappige parallel met Hitler, die dus ook in de Russen. Ja, dat je dan tenslotte denkt, heel Europa door de Duitsers veroverd, maar het was natuurlijk uiteindelijk een hele krakkemikkige constructie. Ja. Ook weer een Atlantiek wal, hè. Dat is natuurlijk wat anders dan een continentaal stelsel, maar je ziet, heel veel situaties zijn toch enorm sterk beïnvloed door het simpele feit, wat wij nu gaan onthullen, terwijl we met een zekere belangstelling naar de slecht parkerende buurvrouw kijken, gaat het haar lukken, ja of nee? Dat je hier toch zo vaak inzicht hebt in parkeren. Parkeren is toch een lastig. Het lukt wel, hè? Ja, het gaat wel redelijk goed dit. Oké, bravo. Ja. Bravo. Ja, het is natuurlijk als je erin zit, is het heel anders dan dat je ernaar staat te kijken. En dan is het altijd makkelijker commentaar geven. Maar je wil die toch wel helemaal niet parkeren. Ja, dat natuurlijk het meest opmerkelijke feit toen en ook natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Engeland is een eiland. En het blijkt om de drommel niet ongelooflijk lastig te zijn, niet mee te vallen om Engeland op de knieën te krijgen. Want je moet een invasie organiseren.
Ik begrijp ook best dat die Engelsen bij die tunnel hebben gedacht, ja, die tunnels, daarvoor dat ze door die tunnel komen, hè. We moeten het zo inrichten dat we die tunnel ook gewoon kunnen opblazen of afsluiten. Of, nou ja, we zijn niet gelukkig met die tunnel, zoiets. Kan ik me wel voorstellen. Nee, het was natuurlijk, stel voor dat Engeland een onderdeel was geweest van continentale Europa, was het zeker in de eerste jaren van Napoleon volledig kansloos geweest. Ja. En we hebben eerder een podcast gemaakt over Napoleon op hoofdlijnen. En toen heb je inderdaad ook gezegd van hij is te lang doorgegaan. Hij had inderdaad eerder moeten stoppen. Ze gaan allemaal te lang door. Maar ze worden, dus wat ik al zeg, slachtoffer van zichzelf. Van hun eigen momentum. Ja. Ik denk ook dat dat ook voor allerlei mensen zijn die op wat kleinere schaal succes hebben. Dat ze slachtoffer worden van hun eigen momentum. Ja. En zijn hoed van Napoleon was een paar weken geleden ook nog te koop. Hè? Werd geveild. Ja, er was een tijd, dat wij vrij regelmatig naar Parijs gingen. En je had daar op die, was dat ook de linkeroever, had je allemaal van die kleine antiquariaatjes waar je een brief van met een handtekening van Napoleon kon kopen. Of die nou echt waar, ik weet niet. Ik ben altijd enorm in de verleiding geweest om zo'n door Napoleon ondertekende brief aan te schaffen. Hij schreef duizenden brieven. Nou, dat we zeggen, de secretaris, die neem ik aan, de actieve. Maar hij dicteerde ze in ieder geval. Napoleon was ongekend ijverig. Hij werkte zich werkelijk te takken. Ook daar, hè, lijkt, heb je de indruk, hij wordt de slachtoffer van zichzelf eigenlijk. Hij stond om 12 uur 's nachts op en dan ging hij de hele nacht doorwerken. Hij had een onbeschrijfelijke stamina. Maar ja, nou is het altijd bij dit soort van mensen zo dat in de beschrijvingen vaak ook al een soort propagandistische overdrijving zit ingebouwd. Ja. Ik moest nog lachen om een beeld van Kissinger. Die werd ook gefilmd terwijl hij een handtekening zette. Was gewoon HK, schreef hij op een papiertje als ondertekening. Ja, nou ja, had die handtekeningen, dat wordt natuurlijk zeker als je vaak handtekeningen zet, dan wordt het een soort friemeltje. Ja, ja. Oké, dan gaan we eens even kijken of we nog wat... Want dit was alles wat betreft Napoleon, denk ik. Hè? Dit was Napoleon. Ja, Napoleon, slachtoffer van zichzelf. Maar een briljante militair.